kind. Je ouders werken ook op de kermis, ik ben 35, mag ik wel zeggen. Nee. 35, vanaf je 13e jaar werk je al meer op de kermis. Jij kan als geen ander beschrijven hoe een dag voor jou eruit ziet. Ja, toch wel de tijd zat staan. Koffie drinken natuurlijk uiteraard, of voor je personeel en dergelijke. Dan ga je boodschappen doen, je gaat eten klaarmaken. Na het eten is het meestal gauw even omkleden. En ook als dagen dat het niet lukt. En dan ga je naar je attractie toe. En die gooi je open, zo zou je dat dan eigenlijk zeggen. Hè? En ja, dan zit je de hele dag eigenlijk bij je attractie. Tot de ene keer op een klein dorpje wel eens tot 10 uur. En op een grote plaats kan het 12 uur worden, het kan 12:30 worden. Ja. En er zijn ook echt een keer in de street of nachts 4 uur doorgaan. Stel je, zeg ik, hè? Ja, soms wel. Heel lange dagen. Ja, soms heb je ook wel leuke dagen ertussen dat minder hard werk is, maar de dagen dat het wat langer is, is het inderdaad wel eens vermoeiend. Wil je nou iets anders? Ik denk niet dat ik dat kan. Ik heb natuurlijk een lagere schoolopleiding heb ik al gehad. En als je dus iets anders wil, dan moet je tegenwoordig wel een klein beetje diploma hebben. Nou, goed, vroeger was dat schoolbegeleiding was niet zo heel erg denderend. Mijn ouders wouden dat wel graag, maar als, ik was zelf niet zo als de type daarbij om dat te doen. Ja. Maar ja, ik heb ook een man getrouwd die van de kermis was. Dus dan lag eigenlijk de keuze voor de hand. En mijn vader die eindigde met zijn botsautobaan. En die hebben wij dus overgenomen. Die hebben we overgenomen. Ja. Je vertelde al over je man, je hebt ook een kindje, Dominique. Ja. 9 jaar. Hoe moet dat weer zijn school? Ja, die heeft eerst gewoon kleuterschool en dergelijke doorlopen natuurlijk. En toen op een gegeven moment toen ging hij naar de Rijnbusschool, dus een kermisschool die meereist. Mm-hmm. Maar dat accordeerde eigenlijk niet van geen kanten. Hij kon daar niet zo best in thuis voelen. Dus hebben wij besloten om hem achter te laten in een kleinschalig kinderinternaat. Ja. Nou, ik kan me zelf aan Dominique vragen hoe die dat vindt. En Dominique, je bent er. Jij ook hartelijk welkom. Weet je wat ik nou eigenlijk eerst weten? Hoe vind je de school? Ja, leuk. Erg leuk. Goed zo. Dat is al een goed antwoord uiteraard. Weet ik nou eigenlijk alles van jou wil weten? Want jij bent dus opgegroeid op de kermis. En ik als kind wilde vroeger overal in. Heb jij er nou ook nog het gevoel? Nee, eigenlijk wel. Ja? Wat is jouw favoriete attractie? Ja. Moeilijk om te zeggen. Ja? De botsautootjes, hè? Van je ouders? Ja, soms wel. Ja, soms. Lekker tegen elkaar aanbotten. En nog een vraag die ik altijd al had willen weten. Mag jij de overgraad zien? Ja. Oh, wat zou jij populair zijn op school? Ja, hè? Mm-hmm. Of niet? Maar ook natuurlijk omdat jij gewoon Dominique bent. En niet omdat je ouders op de kermis zit. Mm-hmm. Oké, okay, dat blijft Dominique. Klaas, Dominique zit op een internaat. Jij zit op een rijdende school. Kan jij mij vertellen hoe dat is geweest? Ja, ik heb erop gezeten. Ja, ik heb een lagere school gezet. Ja. Maar vroeger hadden we gewoon allemaal boeken van de burgerschool. Ja. En daar ging ik gewoon mee naar de Rijnlandse school. En daar deed ik mijn werk gewoon en dat werd gecontroleerd door de meesters. En op elke plaats heb je dan verschillende Rijnlandse scholen. En ja, dan heb je allemaal verschillende meesters ook. Dus je kon gewoon van alles doen daar zo. Vind je het leuk? Ik vond het leuk, het is gewoon een gewone school. Hè. Nee, niet steeds wennen aan de leraren dus. Ja, maar het zijn er nou ongeveer een stuk of 10, 19 zo. Maar jullie kennen ze al. Ja. Dat is altijd de favoriete leraren wel natuurlijk. Ja, ja, ja. Jij bent dus echt helemaal opgegroeid op de kermis, zou ik maar zeggen. Jij hebt daar ook jouw grote liefde leren kennen, Annemarie. Ja. Jullie runnen samen de poppetjeskraam van haar vader, hè? Ja. En hoe lang wonen jullie al samen? We wonen nog niet samen. Nee? Nee, volgend jaar gaan we trouwen. En dan wonen we ook al samen. En dan, oh, het is heel netjes. Ja, we gaan trouwen, dames en heren. Fantastisch, ja. Ja, dat vind ik best hoor. Ja, dankjewel. Een succesapplaus voor dat. Meneer Douwens, u ook hartelijk welkom. U leeft en werkt eigenlijk ook al uw hele leven op de kermis, hè? Ja. U bent 58, mag ik zeggen. Ja, dan. U heeft het ook de kermis van heel vroeger gekend. Ook dat, ja. Is er verschil tussen? Wat is het verschil? Nou, het verschil is dat je vroeger dan hield het op met een auto zitten, een zeefmolen en een draaimolen en dan de kleine goktentjes. Ook nog niet in die mate zoals die nu zijn. Maar nu, met die moderne attracties allemaal, zoals ook hier in Hilversum, een tornado, een Superbowl en een breakdance, dat was er vroeger niet. Vroeger of niet? Nou, ik vond het vroeger gezellig. Ja? En ik vind het nu nog. Oh, nu nog gezellig. Ja. Maar vond u de attracties vroeger leuker?
Nee, dat gaat niet. Nu zijn leuken veel meer in de verlichting. Maar u bent wel zelf domteur geweest, hè? Ben ik ook geweest. Ja, vertel je daar eens over? Nou, mijn vader kocht een twee deuren. En die werden toen afgericht. En ik was dan de domteur. En dan gaf hij een voorstelling, hè, dat we op een step en op een fietsje en op een kogel lopen. Ja. En als slot van de voorstelling kon je wel worstelingen te doen. Ik was de domteur en ik werd mensen naar het publiek gevraagd die eventueel zouden willen. En dan kon je die voor je lopen en ik kwam er dan, ja. Dat kan helemaal niet. En ik kwam er dan gewoon op het podium. Ja. En die gingen dan worstelingen te doen. Ja, ja. Wat had je doen als je daar zitten bent? Als je niet meer? Nou, dat zou ik nog niet weten. Ik denk dat dat nog wel op de kern is. Gewoon doorgaan. Oké. Michelle, van jou mochten we even bij jou in de kerven kijken. Ja. We noemen je wel kerven? Nee, wij wonen in een woonwagen. In een woonwagen. En dat vond ik heel erg leuk. Laten we even zien. Hoe is dat, in een woonwagen wonen? Net zoals een normaal huis, ja? Met alle faciliteiten die ook in een huis zitten. Wil je daar altijd blijven wonen? Nee, mijn idee is toch wel als financiële later een huis te gaan bouwen op een thuisgrond. En dan elke keer heen en weer uit? Nee, dan in de zomer in een woonwagen en dan in de winter in een huis. Hè. Dat is toch wel bij bepaalde dingen behelpen. Ja, ja. Dat ziet er prachtig uit. En Kerstman, wat zou jij willen doen? Wil jij in een woonwagen blijven wonen? Voorlopig in een woonwagen, ja. Ja? Ja. En later ook een huis? Misschien in de toekomst. Ja? Ja. Zijn jullie alle drie nog eens? Wat is voor jullie je leukste kermis? Nou, de wijkste zomerkermis van de kermisstad van de, ja? Van de Veluwe. Waarom? Die drie weken en... Gezellig. Echt gezellig. Wat was dat? Voor mij was dat Tilburg. Waarom? Nou, s'avonds na het flight altijd met een hele ploeg jongerij stad gaan. Zeker. Dat de grootste kermis van Nederland ja. Is. En een leuke stad. Ja. En Herman? Nou, dat is voor mij ook Harderwijk. Daar kom ik dan al een 25 jaar. En omdat hij drie weken nog net wat die kennen heeft. En omdat we zelf de organisatie mede ervan hebben. En er staat al een hele grote kermis. Dat is het net de grootste kermis van de Veluwe. Ja. En die doen dat gewoon ook een rustpuntje natuurlijk, hè? Even. Nou, heel gezellig. Een continu uitrijd. Ja. Oké, ik dank jullie heel hartelijk alle drie omdat jullie hier aanwezig waren. En ik wens jullie een waanzinnig zonnig kermisseizoen toe. En dat wij met z'n allemaal heel vaak bij jullie langs mogen komen. Op de kermis. Ja. En dan gaat het nu gebeuren, want...